Leerkrachten die in de toekomst willen protesteren voor betere leefomstandigheden, mogen anderen niet beletten die hun werk willen doen. Zo spreekt Bernice Baron, voorzitter van de Katholieke Onderwijzersbond, KOB, over de protestgroep van leerkrachten die vorige week van school tot school ging om andere leerkrachten te motiveren mee te doen aan de straatacties. Baron zegt dat leerkrachten niet plotseling mee kunnen doen aan een protestactie. De leerkrachten die vallen onder KOB zijn door de bond gevraagd om altijd een dag van tevoren te melden aan het schoolhoofd indien ze een straatactie gaan ondersteunen. Je kan niet 's morgens aan het werk gaan en dan zeg je tegen die schoolleider, ik doe om 10 uur mee. Dan ben je onverantwoordelijk bezig, want je hebt een kroos die tenminste voor dat tijdstip onder jouw hoede is. Toch? Die ouder kan met alle rust op het werk zitten en weten van mijn kind is bij leerkracht hup. Die zekerheid moeten ouders hebben. De school is wel geen opvangcentrum, dat is die school wel niet. Maar als je weet als ouder, ik kan mijn kind van achter iemand, er is nu er wat onderwijs gegeven, ik kan mijn kind daar laten. Ik heb ook gezegd, ik heb naar beelden gekeken waar die groep naar scholen is gegaan en gewoon de bel gaan ringen. Dat keur ik wel af. Als je wil staken, je mag. Je mag je actie voeren. Maar belet anderen niet die hun werk willen doen. En die zeggen van, ik wil niet meedoen, ik voel het. Maar ik ben toch in de rust om te kijken wat mijn organisatie voor me kan betekenen. En ieder heeft het recht om actie te voeren, meent de KOB-voorzitter. Echter wijzen ook erop dat de overheid in dat geval geen salaris hoeft uit te betalen. Er kunnen altijd sancties komen. En wij hebben ze dan nukkig gezegd, het is geen bedreiging zoals men vindt, dat we ze hebben bedreigd. Van als ze deelnemen aan die acties, dat er consequenties zullen zijn of sancties zullen getroffen worden. Nee, het is geen bedreiging. We hebben een schrijver gestuurd ter bescherming voor hun, dat ze weten waarop ze moeten letten. Als je actie gaat, let op die en die dingen, want wij hebben je niet gestuurd. Dus je kan niet verwachten als je straks in de problemen komt dat wij voor je gaan werken of dat we voor je gaan pleiten. Dat is het gewoon. En het is ons in dank afgenomen.